Goedemorgen, kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland, maar toch ook een paar gaatjes. Dat betekent dus dat we een afwisseling van wolkenvelden en zon hebben. De eerste ochtenduren kan in Limburg nog wat regen vallen, dat trekt weg en daarna maakt alleen het noorden en noordoosten nog kans op een buitje, maar stelt weinig voor. Vanmiddag dus ook een afwisseling van zon en wolkenvelden en ook dan nog steeds langs de oostgrens en in het noordoosten heel misschien een lokale bui. Temperaturen 14 graden in het noordwesten, 17 tot 19 graden in het binnenland. En dan waait een frisse noordwestenwind, windkracht 5. Vanavond langs de noordkust met windkracht 6. Temperaturen vanavond 14 graden. Morgen, nou, bijna een vergelijkbaar weerbeeld met vandaag. Misschien iets meer bewolking, maar de zon laat zich ook weer af en toe zien. En er kunnen ook weer enkele buien vallen, meer dan vandaag trouwens. 14 tot 17 graden. Zaterdag trekken in de loop van de dag de buien weg, vooral s middags verwacht ik... Prima weer met geregeld zon, maar de temperaturen blijven natuurlijk erg mager. Zondag stijgt het kwik even naar 20 graden, maar ook dan moeten we rekening houden met regen in de loop van de dag. En ook maandag vallen er buien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.